Dat is de hele gemeenschap is in rouw. We verslaan. En ja, dat kun je haast net nemen. Ze klonteren bij elkaar, zieken elkaar op, ondersteunen elkaar, omhelzen elkaar en let de trend rally. En dat is wat je nou ook even dwang had in de komende dagen. Elkaar de rond hier aan, omhelzen en let de trend rally. Want die maak ik een plak aan. Wat zijn de vragen die mensen op dit stuit hebben? Waar is verlet van? Dat is nog niet in je zachtvolle oor praat, juist in het dwarshuis. Dat is eerst alles verwerken, de officiële maatdeling van onze burgemeester. Er zijn toch wel bekend, Santje persoon. Ik zelf wist nog niet, maar daar ben we later even achtervreven van. Dan willen we graag de Santje persoon nemen. Op papier ga ik omgaan, omdat ik voorzitter van de kerken ben. Om toch, hoe maken we nou de komende dagen in om het in door in te vullen. Wat maken we invullen, wat kunnen we invullen. En toen ga ik juist de middag dat ik zei, we hebben pastorale hulp. Van nou, ik twee doen die van de een, die doen die ook catechese aan de jeugd. Mijn ouders zijn in ons gemeenschap. En die wil ik graag ondersteunen gaan, want die is ik heel nauw getrokken bij de gemeenschap hier. En toen ga ik zei, ja, kerken gemeenschap, dwarsgemeenschap. Het is momenteel één geheel en zichzelf de komende dagen het een of andere manier, hoe ga ik zijn, weet ik nog niet. Maar zelf probeer je iets in te vullen. En dat is even afwachten. Wat is jouw grootste zorg op dit stuit? Lichamelijk kun je herstellen. Maar geestelijk is veel moeilijker. En dat is wat we nooit de komende tijd extra alert op willen maken. Hoe komt dat? En daar heb ik volledige steun en dat hebben we juist gekregen en dat krijgen we in de toekomst. Wat is de rol van de kerk op dit stuit? Dat we gaan nog in de eerste instantie, ga ik juist direct zijn, en dat is nou de kern die we vanmiddag pakken. Om de dwarsbelang, basiskwallen, de hoofdmeester, om de jeugd, de ben, met de oudere ben, en dat de kerkgemeenschap mogelijk wordt opgebouwd om de komende dagen iets te doen, in te vullen, hoe de familie misschien de eerste lijn niet zetten. En dan ben er al een paar ideeën om de komende dagen toch op die en door manier rond te gaan. En dat maakt zien plekje naar vinden. Je loeken echt mogelijk erop? Ze loeken echt mogelijk erop. En dat wie vat het ongeval ik al. Het is een dwars gemeenschap. Als je vooruitziet naar de toekomst, wat zal de invloed wijzen van deze ordenij opraad? Toekomst. Kun je nou moeilijk iets verzezen? Het zal nooit weer een eigen duiveren. Dat verenigen we. Dat zal elke ier zal er een verandering wijzen. En hoe dat verder invult, weten we net. We kennen nog net in de vierde toekomst. We moeten nu elkaar helpen en ondersteunen. Om zo vol mogelijk elk zijn plekje. Zijn rond te gaan, zich te uiteren, luisteren en ja, de ontwikkeling per dag bezien, komende weken en de toekomst. We weten het net. Kennen jou de vrouw die in de auto zit? Nee, die kennen wij net. Het is wel verteld worden via de politie en de burgemeester. Het is een vrouw die dag en maand per binnen in de auto. En de mensen die Derek, Justerik, Jet had, ze dat ze die vrouw ook net kennen. Dat had ik net Jet. Maar wij leven ook mij, en dat kunnen we gewoon aansluiten. Ik wil zeggen, de familie van die het verstaan is. Die gaan onze gedachten niet verstaan zien. Maar deze vrouw die achter stuur ziet, mij ben, is ook liggen goed een groot slachtoffer. En die zal ook deskundige begeleid worden, maar om de toekomst verder ging.